In deze video ga ik jullie mijn make-up tafel laten zien en waar ik alles in bewaar. En een beetje wat voor organizer dingen ik gebruik en waar de tafels van zijn. Ik heb een bladenkastje, ik heb een tafel en ik heb nog een bureauhoek ding. Ze zijn alle drie van de IKEA, van volgens mij is de lijn de Mickey lijn. Het is alle drie, dus het sluit perfect aan. Het is alle drie dezelfde kleur en ja, laten we beginnen met wat er op de tafel staat. Hier heb ik een grote vaas staan. Er zitten allemaal testertjes in, geurtjes in. Echt van allerlei testertjes van de Douglas, van Lush, van alles. Heb ik Fix Plus in allemaal dingen staan. En gewoon allemaal van die basic dingen, oogmake-up remover, dagcreme, dingen. Hier heb ik een heel schattig boeddhaatje staan van de Xenos. Ik denk dat die €2 was of zo. En heb ik dan van die scent chips in. En het ruikt heel, dan ruikt je make-up tafel heel lekker als je make-up aan het doen bent. En ja, en het staat gewoon heel schattig, vind ik. Dan heb ik hier al mijn penselen in staan. Dit is een soort organizer van de IKEA, ik denk dat het voor op een bureau is waar je hier pennen in kan doen en hier papier in kan doen en hier weet ik veel gummen of iets. Maar ik zag hem en ik dacht dat is perfect. Er zitten hier 3 vakken en hierboven 4. In de 2 middenste kleine vakken heb ik al mijn oogschaduwpenselen, lippenseel, eyelinerpenseel, al dat soort penselen. En in de zijkant, in de 2 grote vakken heb ik hier al mijn foundation kwasten en hier al mijn poeder, blush, bronzer, highlighter kwasten. Oh, en hierachter ligt een schaar. In het voorste vak heb ik hier de Jeffree Star Liquid Lipsticks. Het past perfect, zo 5, zo 3. Nou, en hier staan er nog 2 van Lime Crime en hier een second nog iets van Lime Crime, maar dat probeer ik zo min mogelijk te gebruiken. Ik ja, hou er niet zo van. Hier nog lipsticks van Burberry, Pupa, gezichtsbronzer. En hier liggen dingen die ik zeg maar makkelijk even snel kan pakken. Zoals een wimperkruller die ik even dan snel nodig heb. Of wimperlijm wat ik even snel wil pakken. Dat laat ik allemaal hier liggen. En hier ligt een Viva Glam van Miley Cyrus. Toen ik Magic of the Night collectie bestelde op internet, zat deze nog in mijn winkelmandje. Dus die heb ik per ongeluk meebesteld. Ik heb hem al. Dus deze ga ik weggeven. Aan het einde van de video zal ik even laten weten hoe, wat, wie en waar. Hiervoor heb ik gewoon een kabuki van Essence, een iOS en een nep iOS. En de nep iOS vind ik fijner, dus dat. Hier heb ik 5 lipstickhouders van de Big Bazaar. Het zijn gewoon van die acryl lipstickhouders. Ik heb hier allemaal MAC lipsticks, heb ik een paar Colistar, lipgloss van MAC. Het enige vervelende hieraan vind ik dat je al die dingen, je moet, oh kijk, dit zijn al die limited edition verpakkingen. Ik weet wel een beetje wat voor kleuren erin zitten, maar al die zwarte, ik moet alles oppakken, kijken. Dat is wel vervelend, want ik kan zeg maar, als ik zo doe, dan hier heb ik 4 laadjes. 2 kleine en 2 grote. In het bovenste laadje zitten al mijn foundations, mijn compacte foundations en 3 poeders. Ik heb zoveel kleuren omdat ik natuurlijk ook klanten opmaak en niet iedereen heeft dezelfde kleuren als ik heb. Dus heb ik heel veel kleuren nodig, want deze is heel licht. Dan heb ik hier een van Bobbi Brown, die is dan weer echt super donker. Het is altijd fijn om heel veel foundations te hebben en er zitten ook goedkope tussen, zoals gewoon een Essence. Voor de dagen dat het niet zo boeit. Dan heb ik het tweede laadje. Hier heb ik al mijn bronzers, highlighters en hier heb ik al mijn concealers. Ik heb het in zo'n bakje van 29 cent van de Vibra. En dit heb ik in kapotgeknipte bestekbakken. Ik heb hier allemaal concealers. Ik heb echt van die geel-roze concealers. Ik heb echt een groene concealer en heel veel gewoon ook de Urban Decay Naked, Naked Skin, echt met huidskleur. Gewoon van alles wat, ook weer hele donkere en wel hele lichte. Zoals deze van MAC, die is dan weer echt super licht. Gewoon echt van alles. Dit is een beetje een rommellaadje. Hier heb ik al mijn mascara's, allemaal verschillende soorten mascara's. Voor lengte, dikke wimpers, uitgedroogd voor mijn onderwimpers.
zeg maar lege, waar ik mee mijn wimpers uit elkaar kan halen. Hier heb ik allemaal goedkope oogschaduws, allemaal enkele van Essence, van Bourjois, Gorge, een Calvin Klein, volgens mij zijn ze nog nep ook. En hierachter heb ik een aantal wimpers. Het hele onderste laadje is echt het rommellaadje, waar wenkbrauwverf, nepnagels, nagellak, echt van alles ligt, allemaal dingen die ik niet gebruik. Kom ik hier bij de grote la. Hier heb ik allemaal paletten liggen, allemaal oogschaduwpaletten. Hier heb ik dan ook het contourpalet. Hier liggen allemaal kleine paletjes, naked paletten. Echt van alles. En hier heb ik ook zeg maar mijn paintpot staan, eyeliner staan. En hierachter, wat je niet goed kan zien, heb ik drie mandjes staan. Dat past er precies. Hier heb ik allemaal mandjes met liners. Hier heb ik een mandje met twee wenkbrauwdingen en een aansteker. Hier zitten maar vooral wimpers, puntslijper. Nog een pincet voor als ik de andere kwijt ben. Dat bewaar ik allemaal hier. Nou, ja, ik vond het wel leuk zo. Het is misschien niet handig om het zo neer te leggen. Maar ik vond het zeker heel leuk. Oh, dit is een Z-palette met MAC oogschaduw. Alleen het probleem met Z-palette is dit. De magneetjes van MAC oogschaduw zijn zo slecht. Drama. Hiernaast heb ik allemaal haarproducten staan. Heel veel haarlak. Vooral heel veel haarlak, want ik gebruik alleen maar haarlak. Ik gebruik geen gel of iets heel af en toe. En droog shampoo, dingen, nog dingen die ik graag uit wil proberen. Crème. Wat is dit? Volgens mij gewoon een zonnebrand. Dit zijn de zes laadjes. Even uit, dan kan je het beter zien. Hieronder heb ik de MAC Studio Fix Poeders. Hier heb ik al mijn lip liners. Hier heb ik losse oogschaduws, Burberry, Bobbi Brown. Hier heb ik nog losse oogschaduws, MAC. En hier heb ik drie random dingen in liggen, lipstick en oogschaduw en Jumbo Sticks. En hierboven twee blushes van MAC. Daar zit niet iets belangrijks in. Ja, hier zitten lipgloss dingen die ik niet gebruik. Hier heb ik al tijdschriften. Boobies. Hier heb ik mijn parfum. Ik wil eigenlijk zeg maar deurtjes ervoor zodat ik hem dicht kan doen, omdat dan je parfum het best blijft. Maar ja, ik vind het wel leuk staan zo. En hierboven heb ik gewoon doosjes, bruik, klok, kaars, selfieboek van Kim Kardashian. Ja, dat is een beetje hoe mijn make-up tafel beautyhoek eruit ziet. En dit is mijn stoel, die is ook van Ikea met zo'n kussending, ook van Ikea en een zachte konijntje. Hij is opgegeten, er is geen dierenmishandeling bij aan te pas gekomen. Dus hij is niet doodgemaakt voor dit bondje, dus vind ik hem wel mooi. Hoe kan je deze lipstick winnen? Deze ga ik weggeven als ik de 5000 abonnees haal. Ik heb er nu bijna 3000, dus ik moet er nog 2000 bij. Wil je graag deze lipstick winnen? Zorg voor die 2000 abonnees. En dan zal ik deze gewoon random gaan weggeven aan een abonnee. Maar dat leg ik tegen die tijd allemaal uit. Dus wil je deze winnen? Ik zal even de kleur nog laten zien. Deze met de roze. En het is echt een fel roze kleur. Hij is heel mooi. En volgens mij is dit de eerste en die kan je niet meer kopen. Dus, ofwel, ik weet het niet. Ik heb hem besteld, dus waarschijnlijk kan ik hem nog wel kopen, maar gratis. Dat was de video. Heb je iets niet gezien wat jij denkt dat ik moet proberen? Laat het beneden even weten. Ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te proberen. En ik hoop dat deze video is wat jullie er een beetje van verwacht hadden. Ik wou niet gaan zitten en alles even in laten zien. Kijk wat ik heb en kijk alle kleuren die ik heb. Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik ook niet leuk om naar te kijken. En ik wil niet opscheppen met kijk eens wat voor make-up ik heb. Want ik heb het nodig voor mijn werk. Dit is mijn werk. Ik heb make-up nodig om klanten op te maken. Als je wie zich afvraagt voor wie, wat deze kleur is. Dit is Sin van MAC. En heel erg bedankt voor het kijken.
En tot in de volgende video. Oh, bronzer is veel te donker.